erover hebben. Er is zo het nieuws in de Eredivisie. Niet zo mooi nieuws. Bart, vertel. Ja, vrijdagavond, hè, die wedstrijd tussen VVV Venlo en Heracles Almelo. Al vroeg in de wedstrijd een tijd gestaakt geweest, omdat Gerald Promes zo vervelend uitgleed. En iedereen zag gelijk wel, ja, dit ziet er helemaal niet best uit. Toen heeft de scheidsrechter besloten, we gaan met z'n allen naar binnen. Want ze durfden hem niet te verplaatsen. Ze hadden geen idee hoe ernstig het nou precies was. Wedstrijdtijd stilgelegen, per brancard in de ambulance gekomen. En ja, 20 minuten, toch? Ja, meer dan 20 minuten heeft die wedstrijd stilgelegen. Tot nu toe wisten we niet wat er nou precies aan de hand was. Morgen komt VVV Venlo met een officieel statement. Maar wij kunnen nu al bekendmaken dat Gerald Promes zijn knieschijf heeft gebroken. Een gebroken knieschijf? Gebroken knieschijf. Hij ligt er zeker 10 maanden uit. Maar ja, lichtpuntjes zijn er niet in zo'n bericht. Maar toch wel een klein beetje wat mij betreft. Want hij wordt over een aantal dagen 35 jaar. En Promes heeft gezegd, ook al heb ik mijn knieschijf gebroken, lig ik er 10 maanden uit. Daarna wil ik gewoon weer gaan voetballen. Zo, gebroken. Nou, het was opvallend, want hij bleef heel lang liggen inderdaad. Ik was erbij. Je was erbij, ja. Ja, ik was voor Fox was ik erbij. 20, 50 Het was een hele rare situatie. Dat je eigenlijk iemand echt helemaal stil ziet leggen. En met zijn handen bij zijn knie. Nou, die wedstrijd wordt gestaakt. Iedereen gaat van het veld af. En dan ligt daar alleen die speler. Nou, ik moet zeggen, de ambulance was snel. Maar die moest weer helemaal omrijden. Hè, in het stadion zelf. Ja, en dan zag je ook wat als ze hem infuus gaven voor de pijn en alles. Ja, dat is. En we stonden bij de trap. Hè. Ja, je hebt een hele mooie heeft trap. Die hele lange trap. En ik heb vooral gelet op de spelers van VVV. Ja, die waren echt ontdaan. En dat hoor je later ook van Stijn. Hè. Er waren een aantal spelers. Post, de aanvoerder, had erbij gestaan. Die is weggelopen, want die kon het niet aanzien. En sommigen hebben gewoon echt ook tranen gelaten in de kleedkamer. Wat ik ook wel begrijp. Want ja, je ziet je maatje, je medespeler echt lijden daar van de pijn. En ook wetende, ja, tot misschien ook wel einde carrière zou kunnen zijn. Ja, zeker met zijn leeftijd. Hij is natuurlijk al wat ouder. Wat 35 wordt hij, ja. Ja, dan kun je best zeggen van, het einde van de carrière komt eraan. Ik denk dat er weinig spelers zijn die zeggen van, na zo'n blessure van, ik ga er alles aan doen om nog terug te komen. Nou, ik zat de samenvatting te kijken en wat ik niet goed begreep. En dat, waarom het zo lang duurde op het veld? Want de ambulance was er vrij snel bij, zei je. Maar het duurde 20, 25 minuten voordat hij überhaupt verplaatst kon worden. Was dat in verband met die knie? Ze hebben nog wel de brancard hebben ze daarheen gebracht, maar ja, ik denk dat de verzorger en de dokter die er toen bij kwamen, besloten hebben, die gaan we niet zomaar even optillen. Daar moet wel wat meer bij komen om hem van het veld af te dragen. Ja, ik denk dat ze hem ook stabiel moeten maken, natuurlijk zijn knie. Maar hij had echt zelf helemaal die knie vast, weet je, om maar niet te bewegen. Ja, en dat is verschrikkelijk. En hoe raar het is, hè? Je zit naar een wedstrijd te kijken, de blessure valt. En ineens gaat iedereen van het veld. En blijft er maar één achter. En dan blijft er maar één achter die daar ligt te krimpen van de pijn. Hij bleef vastzitten wel in het kunstgras. Ja, twee keer, hè? Ja. Ik weet niet of het met kunstgras te maken heeft. Hè? Ik denk in zo'n situatie dat het volle gewicht gaat erover, komt erop. Ja, mijn eerste indruk was, ik kon er niet naar kijken. Want ik heb zelf ook ernstige knieblessures gehad, maar er waren kruisbanden. Ja. Dus ik draaide gelijk weg, maar ik merkte wel gelijk en ik voelde ook wel gelijk dat er iets fout is. Dat zie je en dat voel je aan de reactie van een speler. En ook als je weet welke speler dat is, Promes, is toch altijd iemand die voorop in de strijd gaat niet zomaar even liggen. Ja, was het wel heel erg indrukwekkend, moet ik zeggen.